I'm gonna eat sushi! Mandy, 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 Mandy. Maar al het eten ligt niet in het midden. Ik kan het niet zo goed tegen eigenlijk. Nou, dan schuif je het een kilometer op. Mandy, je moet niet het hele vel mee trekken. Hoe moet het dan? Kijk, je moet een beetje... Je moet... How to sojabonen eten met Jamie. Het is wel heen! Ja, maar het valt toch wel mee? Nee! Heb je heel veel opgedaan? Nee, echt heel weinig. Denk maar naar smaaks. Ik zou meer durven of zo. Het is gewoon geen mukbang meer, maar ben ik een sushi. Haar eerste keer sushi. Ah. Sorry, sojaboon kwam in mijn keel. Kijk hoe lang die is. Vind wel lekker. Eww. Wat is je meest ultieme guilty pleasure? Helemaal, ik ben Mandy en vandaag zit ik hier weer met Jamie, mijn zusje. Hi. En vandaag gaan we iets doen wat zij heel graag wilde doen. Hoe heet het? Wat is het? Vertel het. We gaan een sushi mukbang. Ik weet niet hoe je het goed uitspreekt. Mukbang, mukbang. Mukbang. We gaan eten voor de camera. Zou je vragen waarom? Ik dacht ook, Jamie, waarom? Maar Jamie heeft mij overgehaald om het te doen. En eigenlijk, ik eet eigenlijk nooit sushi. Dus er zijn ook best wel veel sushi die ik gewoon voor het eerst ga proeven. Maar je hebt ook heel veel andere soorten mukbangs, maar... Ja, wij wilden het toch maar met sushi doen en dan. En we hebben ook nog andere warme dingetjes. Dus dat gaan we ook dingen proeven, want eigenlijk heb ik alleen nog maar komkommer sushi ooit gegeten. Maar je moet voor mij ook even California proeven. Ja, maar ik ga gewoon ik wil alles proeven op zich. Ja, oké. Okay. Ja? Dus ja, we gaan dus eten voor de camera. Als je daar niet van houdt, moet je gewoon lekker wegklikken. Ja, als je niet van smakgeluiden houdt, heb je weg. Dat is meer. Ik hou ook absoluut eigenlijk niet van smakgeluiden, maar ja. Het is zo... Het ruikt wel lekker. Oké. Wat zou hierin zitten? Sojabonen. Jij dacht het fout. Jij dacht dat het... Wow, het zijn echt veel wel. Ja, tuurlijk. Het is wel waar voor je geld krijgt. En Mandy heeft ook, wat is het? Kip teriyaki? Er zitten haren op die boontjes. Ja. Mm. Oh, zijn er echt veel? Ik wist niet dat het zoveel was. Het is echt lekker. Ja, je moet wel wat krijgen voor 3,50. Ja, dat is wel. Vroeger, bij de bestelling mag er een verrassing bij. En waarschijnlijk hebben ze zelfs nu twee van deze rollen gedaan. Dus met pijnboompitjes erbij. Met pijnboompitjes, heel leuk. Jamie bestelt wel eens vaker sushi. Niet heel vaak. Echt niet. Oké. Okay. En... Dat zijn kipsen. Zo, zijn wel minuscuul, hè? Zo. Hoeveel heb je daarvoor betaald? Dit is wel echt lullig. Kijk, zijn er vier. Kijk hoe lullig. Kijk uit, het ruikt eruit. Oh nee, joh. Maar ik wel lekker. Maar ik hou wel van kip, dus dat is wel. Oké. We gaan gewoon over verschillende dingen praten, dus dat is wel gewoon leuk. Wil je ook sojasaus? Ja, doe maar een beetje proeven dan. Als jullie ergens op willen reageren, doe even lekker in de comments. Oh ja, we hebben ook aan het eten. Oké, we gaan even vertellen wat we allemaal hebben. Dus die kip teriyaki, toch? Kip teriyaki, ja. We hebben handrollen, avocado en komkommer. Er zit ook zeewier in, blijkbaar. Blijkbaar? Ja, dat kun je, anders valt het eruit. Ja. En we hebben deze grote sushi box met 40 sushi's. Ja. En boontjes. Nee, ik moet toch even uitleggen wat er allemaal in zit. Oké, okay, je hebt hier California. En je hebt hier ebi tempura, volgens mij heet dat. Met garnaal. Met salmaki, komkommermaki, krabmaki. En hier heb je, nou, ik weet niet of het, ja, dat heet wel maki's. En dit is tonijn. Het is een lap tonijn en dit is met een lap zalm. Zalm. Ik weet niet hoe dat heet, maar het maakt niet uit. En sojabonen. Oh ja, en er zat ook nog zeewiersalade bij, daar hou ik echt van. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dit is. Maar, we gaan gewoon beginnen. Nee, we gaan eerst een dumpling maken. Ja, dat hoeft er niet uit. Ja, dat is wel goed zo, denk ik. Ja, denk ik. Ja. Let's eat. Oh, je wilt ook bakken? Oh, sorry. Ja, dat mag hoor. Hij is lekker. Ja. Servetjes zijn op. Doen ze er geen servetjes bij? Ik weet niet of jullie het hebben gezien. Maar wacht, ik begin met deze even voor de... Even voor de mededeling. Dat ik een hele nieuwe kanaal layout heb. Want, oh my god, dit is zo niet charmant. Ik had... Ik zal niet met mijn mond vol eten. Noem je dat zo? Noem je zo. In de zomervakantie had ik toen de HEMA Vlog Academy gewonnen. Superleuk natuurlijk. En daarbij zat ik dus nu bij een mediabureau. Die kunnen me soms helpen met dingen als ik vragen heb bijvoorbeeld. Verder is er niet heel veel bijzonders of extra's. Maar daar had ik ook een tegoed. Een tegoed, dat klinkt heel stom als het een cadeaubon is of zo. Maar daarbij kon ik ook nog een nieuwe kanaal layout krijgen. En die layout, ja, die heb ik nu gekregen.
En ik vind het op zich best wel leuk. Ik ben er best wel blij mee. En het is ook niet nieuw met thumbnails en met banner en zo. Dus ik weet niet wat jullie ervan vinden. Wat jullie ervan vinden, laat het even weten in de reacties. Oké, weet je waar ik benieuwd naar ben? Hoe oud zijn mijn kijkers eigenlijk? Ja, ben ik ook wel benieuwd. Misschien is het leuk, wij hebben best wel gewoon allemaal verhalen lopen lullen. Misschien is het leuk als jullie iets vertellen over jezelf in de reacties. Als je dat leuk vindt om te doen, wie je bent of hoe oud je bent. Of gewoon iets grappigs maar over jezelf. Ze kunnen ook... We maken even een poll aan hierboven en dan kan je stemmen hoe oud je ongeveer bent. Daar ben ik best wel benieuwd naar. En als je het leuk vindt, kan je in de reacties even iets leuks over jezelf achterlaten. Want ik ben echt wel benieuwd. Hoe oud mijn kijkers zijn. En dit doe ik even aan het begin van de video. Misschien kijken de meeste mensen dan nog. Want ik ben er echt benieuwd naar. Dus dit is even een verder stukje van de video. Ja, goed verhaal. We gaan verder. Ik vind dat ik dit zo ranzig aan het eten ben. Want hoort Mandy. Maar ik vind het gewoon apart. Ik heb het echt niet gemaakt voor zulke video's, I guess. Nee, maar... Het is eigenlijk best apart om te denken. Je gaat veel moeier aan het eten ben. Gezellig toch? Ja, op zich wel, als jullie ook mee eten. Mm-hmm. Het is echt lekker sushi. Hebben jullie wel sushi gegeten? Staan ze hierboven in de pool. En houden jullie van sushi? Staan we ook even boven in de pool. Twee pollen? Nee, we moeten er eentje kiezen. Welke doen we? Houden jullie van sushi? Houden jullie van sushi? Yes. Ben ik de enige die de sojabonen in sojasaus doopt? Vind ik echt lekker, want als er geen nee, zout in dat hoort, toch? Nee. Nee, er zit gewoon zout overheen. Oeps. Dat vind ik echt lekker. Ik ben ook wel heel benieuwd naar al die sushi's, want kijk, weet je wat het een beetje is? Ik hou dus niet zo van vis. Dus daarom wilde ik dat nooit proeven, maar op zich wil ik dat wel, wel proeven, want ja, ik heb het wel betaald. Zo kan ik komkommer eten, toch? Nou, ik kan wel van komkommer sushi. Ik heb sowieso ook betaald. Ja, dat is waar. Nog niet. Bijna. Houden jullie van wasabi eigenlijk? Ja, ik geloof het. Ik weet niet. Misschien moet ik het maar een keer proeven eigenlijk. Nou, niet zomaar los. Nog één hapje kip proeven? Ja. Klein hapje. Wel koud. Vind je niet erg? Kom doe je zelf, want jij leest zo lang over alles. Nou, in een video moet je alles klaarzetten. Ja, maar dat kon ik ook al van tevoren doen. Dat had ik toch half gedaan, maar niet van man kwam een kwartier te vroeg. Ja, maar als het klaar is, kom je het gewoon brengen. Nou, maar is het niet. Hoppa, lekker zompie. Zo, dit is echt gewoon lap. Lappie. Deze is altijd zo groot. Ja? Mm-hmm. Ik hou eigenlijk helemaal niet van avocado, maar ik ga het wel proeven. Zit daar ook avocado in? Ja. Maar er stond ook avocado in. Kom, kijk, komkommer. Ik ga dit salade uithalen, want dat slaaf ik altijd zo. Vies. Maar mag ik beginnen met de meeste komkommer? Je hebt evenveel komkommer nemen. Oké. Okay. Doe ook in je saus het een beetje zo. Oh, dat was ik helemaal vergeten. Oké. Okay. Ja? Wacht even. Hoe eet je dit normaal? Wow, die zeep is zo raar. Eeuw, wat is dit? Dat is ei. Tot nu toe vind ik het lekker. Zeep is lekker, toch? Dit is zeewier. Dat is dit. Ja, dat is wel een zoutig. Zout. Het is een beetje zoetig, hoor. En ik hou... Ja, ik vind hier vind ik de avocado op zich wel lekker. Als het gewoon gemengd is met iets anders. Ik vind avocado altijd lekker. Wat random ook. Dat we er pijnlampitten bij doen, want dat heeft dat totaal niks met sushi te maken. Wel leuk. Ja, wel leuk. We gaan sowieso een commentaar krijgen op hoe wij eten. Sowieso. Denk ik. Ja, maar bij mukbang hoort smakgeluiden mond vol praten. Dat is een mukbang. Ja. En nog iets. Ik heb ook een nieuwe microfoon gekocht. Die zit nu op mijn camera. Filmen we nu mee. Ik moet ook even sojabonen proeven. Oh, dat gaan we ook doen. Maar ik eet even deze op. Ik ben helemaal op. Ja, de. Ik vind handrol dus wel lekker. Dat weet ik nu. Maar ik heb dus... Een verschillende soorten. Ja? Je hebt ook met California en met dit erin. Epitampura. Met zalm. Komkommer. Alleen komkommer, maar ook. Heftig.
Wat is jouw lievelingseten eigenlijk? Wat denk je? Nou, lasagne denk ik. Lasagne? Dat eten we echt nooit. Pizza. Ja, ik vind de Italiaanse keuken wel heel lekker. Ik hou van pasta's en pizza's en... Weet je wat? Mijn lievelingseten. Sushi. Sushi. Oké, ik ga even sojaboon proeven. De meeste van deze sushi heb je dus nooit gegeten, hè? Oh. Lekker. Mag nieuwe? Want het is bijna op. Hoe snel gaat het op? Snel. Moet ik het zo doen? Ja, en je moet gewoon dat boontje helemaal in je mond stoppen. En de dingen die erin zitten opeten. Eerlijk, harig. Wendy, je moet niet het hele vel mee trekken. Kijk, je moet een beetje... Je moet auto sojabonen eten met Jamie. Gewoon een beetje zo. Zo. Oh. Kan dat? Dat ik echt niet zien aankomen. Gebeurt dat wel vaker mee bent of is dat, dat mag niet op YouTube? Het spijt me jongens, dat was echt heel erg niet gepland. Kan gebeuren, sushi. Zo, wat was dat eigenlijk voor ding? Wat? Die boer. Meestal als wij naar een sushi restaurant gaan, dan eet ik meestal kipspiesjes, biefblokjes, komkommer sushi. Wat haar houdt echt bij op. Omdat ik gewoon niet van vis hou, maar ik ga het nu wel proeven. Welke zal ik proeven? Van wat? Welke is het heftigst? Of deze? Die? Maar is die met vis? Nee, is krap. Nep krap. Nep krap. Hoe kan dat dus zo? Eten? Weet het ook alweer? Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Zo, je kent het gewoon! Soort van aan het vallen, ben je er niet? Toch niet. Hoe kan dit? Kijk, zo. En dan doe je zo. Je hebt hier zeg maar je middelvinger zo recht en dan je wijsvinger zo. Oh ja, ja. Doe maar met je handen. Dit hoort hem niet. Jawel. Ja? Oké, mijn eerste helemaal keer. Helemaal je mond, hè? In één keer. In één keer? Ja, in één keer je mond. Dat is sushi. Dat moet. Mandy, doe het. Ik ga het dan. Ik ben geen sushi specialist. Mijn eerste keer van dit. In één keer je mond. Lekker. Dat is zo groot in je mond. Ja, goed. Ik ben lekker, alleen zit één iets in wat ik niet zo lekker vind. Ik denk dat het een krap is, maar... Nou, niet vies, maar dan denk ik van, oh, er zit ineens iets. Ja, maar duidelijk. Californië is niks zo wat zonder krap, vind ik. Nou, ik vind niet vies. Nee, toch? Nee. Maar hou je het bij je komkommers of denk je? Nee, ik wil nog meer proeven. Oh. Welke zal ik nog meer proeven? Deze. Of tonijn. Tonijn, dit is interessanter. Tonijn? Is die vieser? Nee. Interessant. Ik neem gewoon één hapje, mag jij wel de rest als je het lekker vindt. Ja, daarvan kan je wel de helft nemen, doe ik ook altijd. Moet dit ook met een soja zelf? Ja. Jamie leert mijn sushi eten. Zo recht ophappen of zo happen? Dat ik veel, maar zou ik eten. Oké, doe wel. Zo. Ah, volgens mij ga ik dat heel vies vinden. Oh, dat is zacht. Nee, het is al... Nee, ik dacht... Nee, het ging heel stom, maar ik dacht altijd dat vis heel hard moest doorkouwen. Oh, ik weet hoe dat krap heet. Surumi. Ik proef hier dus bijna niks van. Kan dat zijn, van die vis? Ik proefde die vis gewoon maar niet. Of het was... Ik proef nog een keer. Nee. Lust me niet nou gewoon sushi? Ja. Ineens wel. Ik dacht altijd... Ik was te bevooroordeeld, denk ik. Je hebt een beetje geknoemd met sojasaus. Ja. Oké, eten jullie gember? Want ik vind het soms wel lekker om even een klein stukje te nemen. Om de smaak te neutraliseren. Dan proef je weer meer daarna, vind ik altijd. Echt? Ja. Neutraliseer je de smaak. Doe ik in de soja.
Sommige mensen eten, laten ook eten echt alles op. Hè? Dat kan ik niet begrijpen soms. Alles? Mm-hmm. Alles, dat. Gember. Wacht, luister hoe lekker dat klinkt. Klinkt toch lekker? Ja, heel lekker. Nee, als ik Christina, ik hou echt van haar mukbangs. Mukbangs, weet ik het. Dan is ook altijd eet ze gember en dat klinkt zo lekker. Ja. Christina keek een keertje mijn ASMR video. Echt? Ja. Ik weet niet hoe ik daarachter kwam. Volgens mij was het in de livestream of zo. Echt zo? Mm-hmm. Hoe wist je dat jij dat was dan? Nou, ik weet niet hoe dat klinkt. Maar ze heeft gewoon een keer mijn ASMR video gekeken. Ik vind dat echt leuk. Mm-hmm. Gaan we het opkrijgen? Ja, moet wel. Gaat ook wel lukken. Maar we kunnen ook altijd sushi bewaren. Mm-hmm. Voor vanavond als ik heb gewerkt. Oh! Ik heb nog helemaal geen sushi. Ik ben nu sushi aan het eten. Komkommer gegeten. Wacht, wil je alsjeblieft een klein beetje wasabi op doen? Leg het neer op je bord. Wasabi is toch super heet? Valt wel mee, leg het neer. Ik wil niet naar dopen. Als het in mijn mond verbrandt, hè? Nee, het gaat heel snel weg, wasabi. Dat is, het is heet, maar dan gaat het heel snel weg. Doe hem iets meer, het is lekker. Ah, oh, wasabi, eeuw. Doe hem in je mond, het gaat druipen. Okay. Waar dan? Ja. Oh. Het is wel heet! Ja, maar het valt toch wel mee? Nee! Heb je er heel veel op gedaan? Nee, echt heel weinig. Het is toch alweer weg? Ik vind het niet zo lekker. Denk maar naar smaak. Ik zou muurwerf of zo. Nee. Hoe weet jij nou weer hoe muurwerf smaakt? Ja. Als je bij de tandarts bent en je krijgt een beugel, dan moet je happen in iets. Daar smaakt het naar. Waarom is het heel lekker? Het smaakt wel naar. Eeuw. Wat ruikt het? Nee, ik vind het niet lekker wasabi. Ja, mag lekker opeten. Maar het blijft inderdaad niet zo lang heet. Dat is wel fijn, maar... Deur er amper iets op. Man. Ik vond de eerste seconde wel heet. Nee, het smaakt dus naar tandarthapsel. Niet waar. Deze moet je ook even proeven met zalm. Oké. Is wel lekker, hè? Het is gewoon geen mukbang meer, maar Mandy proeft sushi. Haar eerste keer sushi. Ah. Ik kan ook totaal niet met stokjes eten. Ik heb sushi herontdekt. Ja, herontdekt. Hoezo herontdekt? Ja. Je durft het gewoon nooit. Nee. En nu is het in mijn sojasaus gevallen, kijk nou. Struggles. Het gaat vallen. Deze vind ik niet zo lekker. Oké, okay. Wil je nog die laatste tonijn dan? Ik vind de zalm iets lekkerder. Eeuw, nee, ik vind het wel niet lekker. Nee? Dit is staart, kan je dat eten? Nee, die moet je eraf halen. Zal ik die ook opproeven? Het is gewoon hetzelfde als dit. Die heb ik nog niet geproefd. Dan doe je dat. Dankjewel, mama. Ik ga dit even bij de way eten. Let me niet op. By the way. You do things to mama. Oh, ik hou hiervan. Wil je ook proeven? Dit zat al in die rol. Moeten we niet een verhaal vertellen? Anders is het toch saai om naar te kijken? Jawel. Doe even vragen. Sorry, zwijboom kwam in mijn keel. Kijk hoe lang die is. Lekker hoor. Lekker hoor. Hoe krijg ik dat laatste boontje ooit uit? Ik kan nooit in mijn keel steken. Dat kan toch niet? Probeer het. Oh. Een zijkant heb ik gedouwd. Ja, maar je hebt dat hele boontje uitgekauwd. Super, dat wil ik niet zien van dichtbij. Maar hoe heet dat nou? Kijk. Ik had een hele tijd geleden, was er een fanaccount van mij, over mij, hoe zeg je dat? En toen dacht ik al van, waarom heb ik een fanaccount? Zijn mensen fan van mij? En toen bleek het uiteindelijk Jamie te zijn. Daar kwam ik wel gelukkig wel snel achter, want ik dacht, dit kan niet. Hoe ben je daar ook weer achter gekomen? Ik ging op je telefoon kijken of jij andere accounts had openstaan. Want ik dacht gewoon dat jij het was.
Dus toen kwam ik er zo achter. Maar en toen ineens verscheen er nog een fanaccount. Nee, nog, dit is gewoon heel veel maanden later. Dat gebeurde 2 dagen geleden, denk ik. Toen kwam er ineens een fanaccount. En dat deed op Insta, Mandy Denise fan. Ja. En toen ineens dacht ik van, dit is weer een grapje van iemand, weet je wel. Vind je niet zo leuk. Van mij, want je maakt me middernacht. Nou, om 11 uur kwam ik naar haar. Jamie, laat nu je Instagram zien. Heb je weer een fanaccount gemaakt? Maar dat was dus niet zo. Dus nu ik wel half te slapen. Was het wel gewoon een lief meisje die dus een fanaccount van me heeft. En dat vind ik heel bizar. Wie is dat dan? Is dat meisje die ook ooit naar Anne's deur kwam? Nee, nee. Ze komt uit België. Echt? Ja. Ik weet niet of ze wil dat ik het dan vertel, maar... België! Ik ga nu deze proef even trouwens. Zo, maar niet. In één keer. Ah. Ik vind het wel lekker. Ew. Sorry. Lekker, hè? Nee, ik vind het wel lekker dat er iets krokants in zit. Maar. Ik eet het op. Ik vind dit met die. Wat, hoe heet het beest? Garnaal. Een garnaal vind ik niet lekker. Ik ga het ook niet uitspiegelen, dat vind ik zonde. Ik vind het echt niet lekker. Beter, meer van mij. Ja, grapje. Mag ik het uitspiegelen? Nee, dat is zonde. Je zegt lekker dat het krokant is, maar het krokant is de garnaal. Ja, maar ik bedoel gewoon de crunch vind ik zo lekker om te kouwen. De crunch. Maar de garnaal van binnen niet vind ik. Oh, weet je wat heel grappig is? Mijn moeder is foto's aan het inplakken. Een fotoboek. En dit is Mandy op de foto met pannenkoek in haar hand. Haar focus op mijn hoofd. Een Insta verhaal. Follow me on Instagram. @MandyKalsberger. @Jamie. Oh nee. Nee, zo heet je hem niet. J.A. Nee, zeg maar. J.A.I.M. Eigenlijk X-I. Follow. Ja, die ook geloven moet je er niet doen. Kijk, het was... Oh, oeps. Alles voor Insta. Nee, ik ben niet zo'n Insta-girl. Ik kan geen foto's maken. Ik ben geen model. Zo, jij gaat helemaal stuk. Wat is je favoriete ontbijt? Ik ontbijt hier opwacht niet. Slecht. Ja, ik echt. Kijk, weet je wat het een beetje is? Ik heb altijd heel veel haast als ik naar school moet. Ja, ik ook. Meestal pak ik gewoon een cracker en eet ik die op de fiets. Maar als ik een goed ontbijt wil. Ik moet dus in één keer in mijn mond. Maar goed ontbijt. Misschien wel panini. Dat is geen ontbijt, liefschap. Nou, en? Of gewoon croissantjes, echt vers gebakken croissantjes van die krokanten. Want dat eet je wel echt nooit wel. Maar... Nee, dat is wel lekker. Of afpakbroodjes, ook lekker, maar dan met kaas of zo, iets lekker. Ja, gebakken kaas op. Ja. Of gesmolten bloemen. Ja. Weet je wat ik lekker vind? Meestal als ik naar school toe ga, dan komt die nu crackertjes. Want ik heb gewoon niet zoveel tijd in de ochtend. En dan denk ik, ja, nee, dat vind ik ook gewoon lekker. Niet echt heel gezond, maar... alleen, ik vind het ook heel lekker om... Een broodje met pindakaas en hagelslag te eten, echt, daar kan ik echt van genieten. Of de laatste tijd... Sorry, dat klopt daar stom. Nou, ik kan er gewoon echt van genieten. Alleen de laatste tijd vind ik het ook heel erg lekker om yoghurt te eten in de ochtend. En dan helemaal snijden met kiwi, besjes, aardbeien, dat soort dingen. En dan zelfgemaakte muesli die mijn ouders maken er doorheen. Dat vind ik heel lekker. Ik hield nooit van yoghurt, maar nu ineens wel. En alleen ik kan het uren doen. Nee, een uur is wel overdreven natuurlijk, maar ik kan zelfs... Ik kan een half uur of een kwartier in de keuken staan om die fruitdingen te snijden. Want ik wil het gewoon mooi hebben en lekker en zo. Maar ik eet het toch weer op. Ja, maar het was toch gewoon leuk om te doen en vind ik fijn. Mm. Ja, oké. Maar ik ga ook wel van fruit gewoon eten. Fruit is ook lekker. Wat is je meest ultieme guilty pleasure? Guilty pleasure is iets wat je eigenlijk... Wat soort van, weet je, ja, het is niet dat je dat daarmee van de daken schreeuwt. Oké, okay, jongens, mijn guilty pleasure. Ben je het? Ja. Ik vind het eigenlijk heel erg. Nee, het is niet erg, het is gewoon grappig. Ik kijk nog elke avond wat Huis van Noobis. Want ze zenden elke avond weer Huis van Noobis uit en ik kijk het gewoon altijd online terug. Maar ik keek dat vroeger altijd en ik vind het gewoon zo leuk om weer om terug te zien, al die herinneringen. En het vind ik gewoon echt een leuke serie. Ze zat in de badkamer met tandenpoets, ondertussen naar zijn noemers te kijken, zat ze mee te nuren. Ik zeg, ben je niet goed of zo? Oh, ik vind haar noemers gewoon leuk. Ik ga gewoon een mailtje sturen naar Iris Hesseling, die is ook niet op kanaal, ze even een video met me wil opnemen. Ik ga ook echt naar haar noemers.
Dat zie je. Ja, maar kijk, ik zeg het gewoon. Ja, dat is wel een beetje mijn ding. Oké, nog een vraagje. Yo, nu vind ik het wel vies als ik die jam alleen heb. Nee, dit is geen jam. Zo neem. Wat doe jij? Man. Stress om te eten. Nou, vies. Oh, nee, ja, nee. Ik ben graag aan het opzoeken zelf op de kou. Echt? Wat is er nou? Je creep is. Ik kan dat gewoon niet, hè? Oh jongens, weet je wat ook wel heftig is? Ik heb nu wel examens, want ik zit wel op het mbo, maar ik heb nu al eerder mijn examens. Maar ik volgend jaar 8 maanden lang op stage moet. Daar heb ik wel heel veel zin in, want stage lijkt me wel leuk. Alleen ik moet echt even een leuk goed bedrijf vinden. Dus als iemand er nog iets weet, let me know. Ik wil heel graag iets met video doen. Ja, ook met vormgeving. Misschien bij Banner gaan. Ja, maar ik denk dat het niet bij hun mag, omdat hun niet een echt bedrijf zijn, zeg maar, waarbij ik kan. No. Misschien kan hij boos. Ja, ik ben boos. Kut me niet. Als bij Kelvin en Peter, die hebben ook echt wel een grote productie. Zo lijkt me gewoon echt leuk. Ja. Mijn grote YouTube-kanaal. Hallo, Challenge Cup vind ik heel leuk hoe ze dat hebben gemaakt en zo. Je hebt laatst je eerste rijles gehad, toch? Ja. Ik heb laatst mijn eerste rijles gehad. Lust ik. Nee joh, je bent mijn sushi. Sushi, dat vond ik zo boos. Nee joh, ik ben mijn sushi. Ja, ik heb mijn eerste rijles gehad. Daar heb ik ook een vlogje van gemaakt. Hou zo op. Een vlogje. En dus die komt online niet. Oké. Dit doet sushi met mij. Ik heb ook al dat ik op school zit. En dan heb ik echt mijn gekke minuutje of mijn gekke half uurtje. En dan ga ik gewoon helemaal terug. En wat? Dan ga ik echt allemaal gekke dingen zeggen en doen. En... Oh, mensen op school zullen het wel herkennen, maar ik vind het gewoon grappig. Ja. Oké. Okay. En daar waar we bij moeten zijn geweest. Ja. Maar ik heb mijn eerste rijles gehad. Dat vond ik best wel spannend eerst. Maar het ging wel steeds beter. Die vlog komt nog online of die staat al online. Als die er al is, dan zal ik hem even in de beschrijving zetten hoor. Stunt sushi. Oh nee, je mag niet met eten spelen. Wacht, ik wil één ding doen. Het is een compilatie dat ik al die sushi laat vallen. Nee, die eitjes zijn dus lekker. Wie is je favoriete YouTuber? Ik weet niet of ik dat heb. Ik kan gewoon wat ik leuk vind. Nou, dat heb ik ook wel een beetje. Maar weet je wie ik wel gewoon echt allemaal heel cool vind? Anna Nushin, vind ik heel cool. Ik ook wel. Die hebben ook wel leuke series uitgezet. Ja. Ze kan ook gewoon heel leuk presenteren. Boos vind ik heel leuk. Ja. Bonnie, of course. Vind Jessie Maya ook leuk? Die heb je allemaal bijna nooit gekeken. Ja, maar dat is maar een keer genoemd. En... Nog wel veel meer die ik heel leuk vind. Oh ja, Tess had een hele inspirerende video geüpload. Vind jij waarschijnlijk totaal niks, maar ik vond het heel mooi gemaakt. Challenges Cup vond ik leuk. Die documentaire van Peter. Peter, die vond ik mooi. Ja. Ja, die was echt, die was goed gemaakt. Heel mooi. Waar en... Ja, dat is echt waar. Echt waar. Ja, maar die was wel mooi. Perfectie is perceptie. Kom, ga ik heel even. Ik krijg geen ijs. Oh, mag mijn arm terug. Eww, nee, je zit langs mijn bloesje te doen. Maar wat is nog meer? Oh ja, Christina's mukbang. Mukbangs vind ik ook leuk. Maar houd mukbangs. Oh, Lola Lotta Ross, die is leuk. Oh, ze is ook wel grappig. Zij is echt geweldig. Ze is nu in China. Kelvin zelf gewoon. Sophie Oeschie. Oh, Jeroen. Jeroen is alsjeblieft knap. En Marije. Nee, zo grappig. Zo, wat zeg je? Jeroen is toch gewoon knap? Dat weet iedereen. Ja, maar dat hoef ik jou nog nooit te horen zeggen. Normaal wel. Echt niet. Ja, jij hebt altijd een persoon die dat niet toegeeft. Jawel. Maar Jeroen is gewoon knap. Jij vindt hem ook knap. Even eerlijk. Ja, dat heb ik niet gezegd dat ik hem niet knap vind. Oké. Okay. Eeuw, dit is echt vies. Oh, het is blijkbaar heel vies. Ah. Mag ik het uitleggen? Nee, dat mag ik ook niet. Nee, maar ik word echt heel nerveus. Doe hier maar. Wat is welke is dan? Het is met cellen, maar het is heel apart. Nee, meneer Kots. Maar het smaakt heel apart.
Welke series kijk jij op Netflix? Ik kijk geen Netflix. Niet echt veel, zeg maar. Welke serie heb je gekeken? Ik heb 13 Reasons Why gekeken. Oh, ook heel mooi. Er komt, als het goed is, dit jaar een deel 2. Dus ik ben daar best wel benieuwd naar. Of dat een flop is of mooi of verder. Maar wat kan er nog gebeuren? Want Hannah is al dood. Ja, maar er gaat toch iets gebeuren, denk ik. En ik heb volgens mij 13 afleveringen gezien van Once Upon a Time. Volgens mij 13 maar. 13 volgens mij en toen ineens, weet ik niet meer wat het toen was. En ik heb een klein stukje meegekeken met Amelia en Quinty op school naar, weet je, een serie met Fuck the World ofzo. Ja, zo'n jongen die iedereen dood gaat wil maken. Weet je wel, ik kijk de fam... Je kijkt de Vampire Diaries. Ik spreek dat uit, ja. Dat is echt geweldig. Ik heb hem nu al, denk ik, 6-5 keer opnieuw gekeken. Dan heb je toch geen leven? Als je 6 keer hetzelfde iets gaat kijken met heel veel seizoenen. Ja, maar gewoon de leukste aflevering en dan ook soms alle seizoenen. Bij elkaar opgeteld is dat 6 zo ongeveer. Maar kijk, weet je, ik heb gewoon... Heb je uitgerekend ooit hoeveel dat kost van je leven? Nee, maar maakt niet uit. Maar ik heb er gewoon echt een damn echt verslaving daaraan. Want even serieus. Damon is... Nou, hij is leuk, maar we schelden niet hier. In deze video. Stelena, echt. Jongens, hashtag team Stelena. Geen Delena. Stelena. Maar echt, Stefan, even sorry hoor. Stefan is echt... Zoek op. Paul Wesley. Gewoon Paul Wesley. Ja, hij is wel knap. Dan druk even op. Gewoon niet. Nee. Maar jongens, wat je denkt dat ik alleen Vampire Diaries kijk. Ik kijk ook andere dingen hoor. Ik heb bijvoorbeeld ook, ik weet niet hoe die heet. Maar ik had Jane the Virgin heb ik gekeken. Die is echt ook leuk. Die heb je heel veel gekeken, toch? Ja, ik heb best veel gekeken. Maar dat was ook weer die ene serie waarvan ik die intro zo geweldig leuk vind. Die wilde ik bijna na gaan doen. Oh, New Girl. Ja, die is ook leuk. Op een gegeven moment... Hey, it's me of zo. Nee, hey girl, how you doing? Hi. Nee, maar dan komen ze ineens met zo'n ding voor. Who's that girl? Ja, die vind ik leuk. Who's that girl? It's just... Maar dat is leuk. Maar geweldig. Op een gegeven moment wordt in seizoen 2 of 3, weet ik veel welke hoeveel seizoenen er zijn, wordt een beetje langdradig en dan, toen ben ik het gestopt. Maar voor de rest is het wel leuk. Hoe gaat het met jouw liefdesleven? Do this cover. Het gaat heel slecht, zoals altijd. Wat is een beetje jouw type? Straks kom ik aan. Ach, ik film de allemaal vieze aanbidders voor deze video. Dat niet Mandy is nog single. Nee. Gaan we het toch niet over hebben? Je wordt gebeld. Ik word gebeld. Wie belt mij? Nu word ik gebeld door mama, denk ik. Ja. Wat? Hoi. Hey, mama. Hoi. Hey, is Jamie thuis of niet? Ik zit naast Jamie. Want we zijn een video aan het opnemen met sushi. Ja. Dan? Nou, dat is gewoon leuk. Ben je dat maken? Nee. Eten. Aan het eten. Oké, wij gaan verder. Doeg. Doei, veel plezier. We waren aan het praten over jouw liefdesleven. Nee. Melly, wel, hoe zit het met haar liefdesleven? Nee, niet weer, Jamie. Dat was de vorige video ook al. Dat is gewoon niets. Oké. Niets. Niets, helemaal niet. Ga je inschrijven? Helemaal niet. Voor Tinder. Nee, als je dat doet, word ik heel boos. Vind ik niet leuk. Ik ga niet op Tinder, ben gek. Ik ben niet zo hopeloos. De laatste sushi! En de rest sojabonen betalen. Ja, de sojabonen bewaren we voor mijn moeder. Als ze thuis komt. Ons mom? Ons ba. Nee, dat zeggen we echt nooit. Maar, hoe heet dat? Ik wil eigenlijk ook heel graag een soort van nieuw serie zo bedenken voor mijn kanaal. Ik wil even iets leuks van origineel. Ja, toen ging ik Pinterest pins na proberen te maken. Maar waarom ben je gestopt? Nee, ben ik niet gestopt. Doe ik gewoon heel af en toe. Maar ja, ik weet niet. Ik wil gewoon iets anders leuks nieuws. Oh, een start. Dus ja, ik moet daar even goed over nadenken. Want ik wil gewoon iets leuks doen. Iets met of acteren, of presenteren. Of gewoon een YouTube video. In een YouTube video bedoel ik, grapje. En, ik moet gewoon even verzinnen. Even mijn creatieve brein laten denken. Volgens mij hebben we totaal geen interessante dingen verteld. Jongens, dit is het eind van de video. Hopelijk vonden jullie het leuk. Ik heb er sushi's geproefd voor het eerst. En het vond lekker en niet lekker. Dat allemaal op. We bewaren de sojabonen
voor onze moeder, als ma thuis komt. En ja, beantwoord nog eventjes de polletjes. Beantwoord nog eventjes de polletjes hierboven. En laat een leuke reactie achter met een verhaaltje over jezelf als je dat nog leuk vindt. Doe een duimpje omhoog. Ja, abonneren en reageren. En dan zie je Sint Mandy jullie volgende keer weer en mij ooit weer. Nou, doei doei! Joejoe! Kan er niet bij. Open glas. Leuk idee.